Dag kijkers, het is vandaag vrijdag 18 juni en alweer online aflevering 150. Op ons zorgpark kun je nu ook voetgolf doen en wij testen het uit. We zijn hier bij plein 6 en ja, jullie kennen bekend gezicht Jeremy Dekker, kennen jullie natuurlijk wel. Jeremy, we weten er is voetgolf en voetgolf bestaat al een tijdje op de Willem van den Berg. Ja. Maar ik heb begrepen dat er wat dingen veranderd zijn, dat er het een en ander is aangepast. Kun je er wat over vertellen? Dat kan ik, dankjewel. Ja, dat kan ik zeker, Henk. We zijn sinds kort geopend. We weten ook geen bergbal voetgolf meer, maar de naam is gewijzigd om te beginnen. We heten nu Voetgolf Plein 6. En het is echt een van de faciliteiten van Restaurant Plein 6. Dus het reserveren, dat gaat ook echt bij het restaurant. Dat is een grote wijziging. En daarnaast, we hebben de baan best wel omgegooid. We zijn teruggegaan naar 12 holes. Het waren er 16, nu 12 holes. De eerste is bij Plein 6. Daar is de aftrap en hole 1. En hole 2 ligt hier gelijk naast. Het ligt ook veel centraler. Dat is ook wel een grote wijziging. De eerste vijf holes die liggen eigenlijk bij plein 6 en bij de Trommelhof. Dus het ligt wat centraler. Dat is een grote wijziging. Meer ballen hebben we ter beschikking. We hebben arrangementen. We hebben nieuwe scorekaart. We hebben eigenlijk van alles nieuw. Dat klinkt heel goed. Hey, en even kort, wat die arrangementen, wat houdt dat in? Wat kunnen we verwachten van een arrangement? We hebben twee arrangementen. Het eerste, dat is de par. Dat is een arrangement wel gericht op kinderen, op bewoners ook wel. Voor 8,50 kun je dan foodgolven en achteraf een lekker patatje, een snackie en wat drinken naar keuze. Nou, voor 8,50 dan heb je een hartstikke leuke activiteit. Wat we ook nog doen, dat is op zich wel leuk om te melden voor de bewoners, hanteren we 50% korting op de green fee. Dus hé, daar denken we ook aan. Het andere arrangement, om daar maar gelijk mee verder te gaan, dat is de birdie. Dan krijg je green fee, kan je lekker foodgolven. En aansluitend hebben we dan een plein 6 burger, gemaakt door onze koks, met patatjes en een drankje naar keuze. Dus ja, ook voor ons zit er wat leuks bij, Henk. Nou, hartstikke goed. Het lijkt me wel leuk om... wij gaan eens even een partijtje voetgolf doen. Maar ik heb even iemand meegenomen die is getraind daarin. Dus ik weet niet of je dit gaat redden, maar ik wens jou heel veel succes. Hier komt Damien van Basten. Ja, komt die dan, hè? Oké. Nou, dat is een puntje aftrek voor de groenvoorziening. Jeremy. Oké, nou is Jeremy. Maar die staat hier elke avond stiekem te oefenen. Niemand heeft dat in de gaten. Maar die staat hier elke avond echt. Dus die gaat holen, man. Jij mag schieten. Ga je gang. Komt hij dan, hè? Die heeft het vaker gedaan, hè? Gewoon recht op heen af. Komt dat schot, hè? Kijk eens die concentratie. En die knal! Zo. Netjes! Oei. Voor zijn tweede schot. Nou, hij stond bijna op de green. Die heeft het echt vaker gedaan. Ja hoor. Ja, zie je hem. Nou, dat kan jij ook. Dan komt hij weer. Zachtjes. Ja. Nou, het is onderhand een beetje schemer. Het loopt tegen 12 uur 's nachts. Maar we zijn aan 35 schoten. Ja, hij zit erin. Maar goed, we moeten het toch herkennen. Jeremy heeft gewonnen. Het gras ziet er allemaal zo keurig uit overal op die baan. Hoe doe je dat? Loop je hier elke avond met je maaiertje rond? Ja, nou bijna. Oh, ik zal hem even overnemen, Henk. Goed dat je het zegt, Henk. Want echt complimenten naar de groenvoorziening. Die gasten die maaien meerdere keren in de week. Ontzettend professioneel, zoals je kan zien. Hè? De wilde bloemenvelden die staan er hartstikke mooi bij. En die gasten die doen het gewoon echt hartstikke goed. Dus dat is echt een duim omhoog voor hun. Ja. Nou, super. Wij gaan ondertussen weer even verder met oefenen. Bedankt voor dit interview. En we gaan terug naar de studio.
Joey presenteert vandaag weer raar nieuws. Vandaag gaat het onder andere over de smurfen in Duitsland. Joey Dekker presenteert voor het Bergjournaal raar nieuws. Dag kijkers, hier is aflevering 10 van Raar Nieuws. Vandaag laten we een paar wereldrecords zien. Allereerst de grootste groep smurfen bij elkaar. In Duitsland kwamen 2762 mensen bij elkaar die verkleed waren als smurf. Dit was nog nooit gebeurd. Iedereen moest om het wereldrecord te halen, blauw zijn en in smurfkleding gekleed zijn. We gaan nu kijken naar het wereldrecord omhoog klimmen op een klimband. In slechts 5,2 seconden klimt de 20-jarige Kiedemal in Salt Lake City in Amerika 15 meter omhoog. In de staat Alabama in Amerika woont de stier met de langste hoorns. Deze stier heet Poncho Villa en is 6 jaar oud. De hoorns zijn in totaal 3 meter en 20 centimeter. Kijk maar eens goed naar deze bijzondere stier. Dat was het Raar Nieuws van deze week. Tot volgende week. Dit was de rubriek Raar Nieuws. Bij de Wintertuinlaan vieren ze deze week een klein zomerfeest in de tuin. We gingen donderdagmiddag even bij ze langs. Bij de sing-along. Ja, we staan hier. Ik sta hier naast. Rob. Het is hier een gekke boel vandaag. Wat is hier allemaal aan de hand? Het is hier al 3 dagen feest. Omdat het zomerfeest centraal niet door kan gaan door de corona, hebben ze hier bedacht om een eigen Wintertuinland zomerfeest te organiseren. Dus we zijn al, dit is de 3e dag. We zijn al 3 dagen heel leuk en heel enthousiast met elkaar bezig. Wat een geweldig begin van deze middag. Ellen, heel erg bedankt. Oh, wat hartstikke leuk. En wat is hier eigenlijk allemaal, wat kunnen jullie hier allemaal verwachten? We hebben dinsdag een soort spoordag gedaan. En we hebben allerlei soorten spellen gedaan. Gisteren hebben we nog een speurtocht gedaan. We hebben alle dagen live muziek van Glenn. En vanmiddag hebben we een sing-along met ik geloof 26 optredens van allemaal mensen van Wintertuinland 3, 5, 7 en 9. En we gaan door met Lieve Hugo. En Max gaat een liedje doen, ik ken het niet, jullie wel. Een pot met bonen. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, mara, met u, la, la, Marie, Marie, mara. En we sluiten vanavond af met live muziek van Arie. Dat is wat een gezelligheid hier. En het allerlaatste is natuurlijk het Nederlands elftal vanavond. Oh ja, de klap op de vuurpijl natuurlijk. Dat is de klap op de vuurpijl. Ja, 3-0 voor Oranje vanavond. Nou, we gaan dus even kijken wat hier allemaal te doen is. Dankjewel. Kijk even op je gemak rond. En veel plezier. Yes, dankjewel. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, beleef, hou eens op wat je laat.
leven. Alsof de morgen niet bestaat. Alsof het nooit echt af is, de leef. Pak alles wat je kan. Verdiend als waard, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij, zij, leeft. Als het je laatste dag is, leef. De schoonheid, elke hand levend, een bericht, een verwaardiging was een vast besluit. Wat schat voor mij, voor heel veel tijd, nog steeds een veel schaduw van mij verblinde. Dus ga niet weg. Ga nooit bij me weg. Als je ooit verdwijnt, laat mij jou dan weer vinden. Julia. Dank u wel. Nou, geweldig gedaan, Martijn. Nou, we gaan er nu weer even uit voor de reclame. Sneakers of Mars, twee stuks voor maar €3,99. Ja, nu nog kiezen. Hou jij van koude koffie? Starbucks, ijskoffie, €1,49. Damien bezocht weer de bakkerij voor de cake van de week. Je gaat nu kijken naar een aflevering van Cake van de Week. Dag beste Bergsnelkijkers, we zijn weer aangekomen bij het wekelijkste Cake van de Week. Er is weer iemand genomineerd, dacht ik. Ja, dat klopt. Deze week is Johan genomineerd van de Steenbok. Die is genomineerd door Martijn. Martijn werkt hier op de bakkerij.
En daar hebben we een filmpje van. Hallo, ik ben Martijn en ik woon op Steenbok. En ik wil mijn begeleider nomineren, Johan. En die verdient dan ook de cake natuurlijk. Die heb, En waarom heeft hij hem verdiend? Omdat hij heel veel dingen ook met ons allemaal doet. Allemaal dingen regelen natuurlijk, heel veel. Hij gaat iedere keer weg met ons en allemaal. En daarom verdient hij ook de cake van de week. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En zijn jullie er al langs geweest? Ja, we zijn langs geweest. Reine is lekker op de fiets gegaan, want het was mooi weer met een paar cliënten. En nou ja, het resultaat zien jullie. Nou, we zijn vandaag voor de cake van de week in de Steenbok bij Martijn. Want Martijn, jij hebt iemand genomineerd. Ja, zeker. Ik had Johan genomineerd voor de cake van de week. Hey, en wie is Johan? Even voor de kijkers thuis. Johan zit van die doet de dagbesteding van ons natuurlijk. En die doet echt van alles regelen, alles. Hij gaat leuke dingen doen met ons en allemaal weg. Okay. Hey, en waar zit hij? Hij zit achter de computer. Oh, hij zit achter de computer. Ja. Hey Johan! Hallo! Nou, wat vind je ervan? Nou, ik ben heel erg verrast. Ik heb dit helemaal niet verwacht of zien aankomen. Oké dan. Nou, Hey, en wie heeft de cake gemaakt? Die heb ik gemaakt toevallig. En wat voor smaak is het? Cake met Oreo. Nou. Cake met Oreo? Dat is heel toevallig wel mijn lievelingscake, Martijn. Ja, ik zou hem in ieder geval alvast geven, want hij heeft geen geduld meer, denk ik. Zo, ik loop het water loopt mijn mond uit. Zo. Dit vind ik heel erg leuk. Helemaal niet verwacht, joh. Hartstikke bedankt, Martijn. Ik ga hier heel erg van genieten. Dat is mooi. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, nou, Johan, inderdaad, geniet ervan. En ik neem nog even een close-up van de cake. Ja, tuurlijk. Ik zal er even bij pakken. Die maken we ook, mensen. Oreo. Dit is super kwaliteit, dit, mensen. Echt, hè? Hier leveren wij het werk van. Hè? De kwaliteit van mijn werk, dit komt allemaal hierdoor. Nou, dat was het weer voor de cake van de week. Wil je nou ook iemand nomineren voor de cake van de week? Hieronder staat het e-mailadres. En het is volkomen gratis. Dus ik denk weer tot volgende week. Dankjewel. Oké, tot volgende week. Je keek weer naar de cake van de week. Wil je er ook een weggeven? Stuur gewoon een video. Woensdagmorgen gingen Henk en Herre naar de spelotheek. En ze hebben daar ook wat spullen te koop. Weer bij de spelotheek. Ik was bij plein 6. Ik denk, daar zullen ze wel zitten. Maar nee hoor. Ze zitten nog. Hallo. Hallo, goedemorgen. Jullie zitten nog op de Giraffelaan 2. We zitten nog op de Giraffelaan 2. We hebben heel vaak dat mensen hier komen van, hè? Jullie zijn toch verhuisd? Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is misschien een beetje onduidelijk, maar ons snoezeltheater Droomdal, waar ik nu in sta, het oude Droomdal, dat is verhuisd naar plein 6. Akkoord. Maar de spelotheek zit nog steeds op Giraffelaan 2. Oké. Okay. Maar ze hebben wel een beetje gelijk. Want kijk, ik ben al allemaal... Je hebt een verhuisdoos. Ja. Want we gaan wel verhuizen. Maar weer naar een ander gebouw. En dat zal na de zomer worden. Ja. Maar wij hebben natuurlijk... Als je gaat verhuizen, heb je zoveel spullen. Daar weet jij alles van. En dan denk je, zal ik het dan meenemen? Of zal ik het weggooien? Of kan ik er iemand anders nog blij mee maken? Mm-hmm. Nou, wij zijn in de spelotheek nu aan het kijken van wat willen we zeker meenemen? Wat is voor de cliënten gewoon hartstikke leuk? Dat gaan we zeker niet weggooien. Wat we niet meenemen, willen we ook niet weggooien. Want de afvalberg is al veel te groot. Ja, precies. Dus wat wij niet meenemen, dat gaan we hier in het oude Droomdal voor een heel klein bedragje verkopen. Oké, wat leuk. En hopen we natuurlijk dat we met de opbrengst dan misschien wat leuk nieuw spelmateriaal in het nieuwe gebouw weer kunnen gebruiken. Dus wat ik eigenlijk wilde zeggen is, als jullie dat straks eens rondkijken, we hebben van alles. We hebben spelletjes, we hebben poppen, we hebben knuffels. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een sjoelbak of we hebben snoezelmateriaal. Alles wat we dus niet mee gaan nemen, kunnen jullie hier eventueel kopen. Dus Oké, hartstikke goed. Mochten jullie in de buurt zijn van Giraffelaan 2 en we zijn er, wip even binnen of maak een afspraak.
En dan kunnen we samen kijken wat voor jou of voor jullie groep interessant is om over te nemen. Nou, ik vind deze wel heel interessant. Ik vind hem dus, heel goed bij je passen, deze leeuw. Hey, kan jij lekker slapen die vannacht, denk? En nou, over de prijs worden we het wel eens. Daar worden we het zeker over eens. Hartstikke goed. Dankjewel. Groetjes. En succes met de verhuizing. Ja, dankjewel. Doei. En dan is het nu tijd om wat te lachen, want Bart staat alweer klaar voor de moppen. Beginnen maar. Hallo beste kijkers, hier ben ik met mijn moppenrubriek. Even de cliënt onderin hoor. Volwassenen zijn niet helemaal slim. Ze noemen dit een micro... Oh, wacht even hierin praten. Dit noemen ze een microfoon. Ja, nou ja, en is die groot? Hij is groter als wat je denkt. Wat ze zeggen micro, een micro is klein en... Het is geel, het heeft een kort rokje, een kanariegrietje. Waarom mogen koeien niet naar het Nederlands elftal kijken? Omdat ze alleen maar boee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 e
wilt u het hebben? Vraagt de kapper. Nou, doe mij maar stekeltjes. Beginnen maar. Nou, die mop over die koeien, die vond ik echt superleuk. Echt geweldig, Bart. Kees Vonk, de Katwijkse neef van Freek Vonk, vertelt vandaag alles over goudvissen. Ik ben Kees en ik ben gek op de natuur en alles wat erin leeft. Daarom reis ik de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren. Welkom in mijn wereld, Kees Wilde Wereld. Ja, goedemiddag, hier zijn we weer met de avonturen van Kees Vonk. Nou, vorige week hadden we het afgesloten, hè, met die met de wilde goudvis. Een goudvis komt oorspronkelijk uit Japan, China en Vietnam. 4000 jaar geleden werd hij gekweekt als als siervis. En nou, je ziet ook wel dat het daar vandaan komt. Hè? Want een goudvis heeft een heel klein beetje spleethoogjes. Dus, en daar is hij ook speciaal op gekweekt. En in de 17e eeuw is de goudvis naar Europa gekomen. En nou, tegenwoordig kom je ze natuurlijk overal tegen. Ook in de natuur, in sloten, kanalen en vijvers. Maar in een aquarium zijn goudvissen toch echt het mooist. En een goudvis is familie van de karper, alleen een goudvis heeft veel meer schubben en dat is dus, heeft meer dan de karper. Schitterend, ja. Nou, vissen ademen eigenlijk door een slok water in te nemen en het water dat gaat dan weer via die kieuwen naar buiten en het zuurstof wat in het water zit, dat gebruiken ze om te kunnen ademen. En daarom zie je ook altijd een vis zo doen, hè? Dan ademen ze maar eigenlijk, waardoor ze het water inademen. Goudvissen kunnen soms erg gestrest raken. En maar het bijzondere is dat ze maar het geheugen hebben. Een geheugen van 3 à 4 seconden. Nou, dat is natuurlijk best wel heel erg kort. Dat betekent dat je eigenlijk, eer jij de hoek om bent, alweer vergeten bent waar je eigenlijk naartoe was. En ja, ik heb het idee dat ze dan nooit bij de koelkast komen als ze dat idee hebben, zeg maar. Ja, heel mooi. Nou, vissen die eten natuurlijk ook, ze hebben heel veel smaakpupillen en daarmee zijn ze ook wel kieskeurig met eten. Maar ja, reuk, andere reukpupillen, ja, dat schijnen ze niet te hebben. Dus ze kunnen niet echt, net als andere dieren buiten het water, kunnen ze niet echt ruiken wat voor eten het is. Dat gaat doen ze echt via de smaak. Nou jongens, dit waren de avonturen weer van Kees Vonk. Laters! Ja. Het lijkt Nemo wel. Nou, dat wist ik nog niet over die goudvissen. En vandaag ga ik ook nog eventjes een nieuw rondje ommaken.
op mijn fiets. Gaan jullie lekker mee? Dan is het nu weer de tijd voor de Happy Tijd Show met vandaag optreden van André Hazes en zanger Rinus. En ook Nico Haak die komt weer even terug. En uiteraard zien jullie ook Tommy Brexit met het weer. En ik ben er gewoon dinsdag weer. Tot ziens! En welkom bij een nieuwe Happy Tijd Show. Hi! Ben je er weer? Gezellig. Ik dacht even dat je gelijk... Nee, ik ga niet gelijk katten. Maar we moeten nog wel even met Robbie in gesprek. Robbie. Hallo. Hi. Robbie, nee, je hoeft je niet te schamen. Dat geeft niet dat je... dat je dat gaat. Ik vond het Hij heeft zich een beetje verstopt, want de voorspelling was niet helemaal... Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar... Blijf er gewoon maar gezellig bij de uitzending, hoor. Want... Volgende keer ruilen we hier gewoon in, hè? Ja. Ja. Ik bedoel, ja. Nou, ja, jammer. Ja, laten we het er niet over hebben. Laten we gewoon lekker naar de studio gaan. Ja. Naar de gasten en de muziek. En ik zie er al één iemand staan. Oh, wat dat is heb hij nou? Dat is een hele bekende. Twee staan er. Marloes.
Ja, die komt net onder de douche. Ja. En samen met... Zanger Rinus. Zanger Rinus. En hij zingt hallo. Een ode aan Marloes. Zanger Rinus. Hey. En Marloes staat erbij in. Hey Marloes, wel met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Je bent voor mij echt nummer één. Hey Marloes, wel met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil jou, ja, jou alleen. Zie je voor me staan, hart lang, hart sneller slaan. Ik doe veel voor jou, jij bent die ene vrouw. Wat ze zeggen maakt niks uit. Ik blijf toch bij mijn besluit. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Jij bent voor mij echt nummer één. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, ja, jou alleen. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Toen zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, ja, jou alleen. Hoor je liedjes weer, dat gaat mijn hart te keer. Jij bent zo snoeze poes, ik ben verliefd Marloes. Ik ben een van jouw hele fans, maar dat blijft mijn grote wens. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Je bent voor mij echt nummer één. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Hey ja, hey ja ho. Zeg het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil ja, ja, jou alleen. Rinus! Ja, wat zal ik, ik wil even wat van zeggen. Waar wil je wat van zeggen? Nou, Rinus die mag... Die gaat zelf niet zo vaak onder de douche zijn pruik te zien, aan zijn haar te zien. Jongen. Nou, dan doneren we een petje aan Rinus. Die gaan Rinus niet meer uitnodigen, hoor. Dat is, nee. Oh. Nee. Ja, nou ja. Nee, er zijn betere artiesten. Nou, zoals? Zullen we eens kijken wat we allemaal gehad hebben? Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, dan zetten we hem eens even aan. Ja, boer, dan komt weer die rook. Zo de kerk. Hey, die ken ik ook. Dat is Nico Haak. Nico! Met zijn Foxy Foxtrot. Ja, dat is leuk. Zoemen we Foxy Foxtrot. Wrijf de dansvloer even op. Want als het band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil? Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik kwik, kwik, ho! Want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen.
die wil elke avond daar attention toe. Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de 100 nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n foxtrot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik creepy troll, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, van aanschijn. Dan roep ik creepy troll, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond daar het dancing toe. Wat in je boven als Nico aan het zingen is. Ja. Ik wil het er niet over hebben. Je wilt het er niet over hebben? Nee. Ik krijg altijd een heel erg mooi sentimentgevoel als André Hazes iets gaat zingen. Wat voor gevoel? Een sentimenteel gevoel. Oh, dat is een sentimentgevoel. Nee. Nou, in het geval van André Hazes zou dat best wel kunnen. Ja, nee, maar hij staat hier in de studio. Oh, dit is senior. Wacht even. Ik dacht die andere... Nee, junior, die hebben we nog niet kunnen strikken. Maar wie weet komt hij binnenkort. Hij gaat wel een heel mooi nummer zingen over mijn concurrent, André Hazes.
Leg je arm om me heen. Zeg dat je het fijn vindt hier bij mij. In hem alle kracht. Ook concurrent. Ja, een goed nummer. Zo geweldig. Wat deed dit geweldig. Ja, goed, hè? Nou. En dan hoop ik eigenlijk ook dat Robbie het weer goed gaat. Ja, we gaan naar Macedonië. Nederland-Macedonië. Net na het weekend. Dus Robbie. Wat gaat het worden? Verlies. Hiermee sluiten we deze uitzending af van de Happy Tijd Show. En heel graag tot een volgende keer. En we hopen dat Robbie niet echt gelijk heeft. Hey, doei! Tot de volgende keer! Hoi! Hoi. Kijkers van BSNL, hier is Tommy Brexit, yeah! Nou, wie zijn jullie nou weer? Er staat stop. Ik begin, Bas. Ga weg. Wat moeten al die mensen hier altijd? En het is hier herrie en het is een bende en het is... Wat doe jij nou weer? Te dansen. Ga weg. Sabine van der Meij, ga weg. Jij ook. Wegwezen. Stoppen. Het staat er toch. Stoppen. Nou, het was vandaag een regenachtige dag. Het was nat. Het was vies. Het was bewolkt. Het was warm. Het was allemaal hopen regen. Nou goed, het weekend. Ga weg. Het weekend wordt het beter. Want zaterdag wordt het droog. En blijft het droog. Het is wel iets koeler dan de afgelopen periode die we hebben gehad. Het is hier echt een herrie van je welste. En ga weg. Stoppen! Zaterdag blijft het droog. Wel wat bewolking, maar niet zo warm, graadje of 20. Aanstaande zondag wordt het wel weer wat wisselvalliger. De temperatuur gaat weer wat omhoog, graadje of 22. Met af en toe een bui, af en toe een zonnetje, af en toe een wolkje. Van alles wat. Maandag blijft het ook zo onstabiel. Gaat de temperatuur iets naar beneden. Ga weg! Stoppen met dansen! Ik kan niet dansen! En jij bent ook vervelend. Ga maar weg! Ik ga zelf wel weg. Ik doe mijn paraplu weg. We gaan weg. Tot de volgende keer dan weer. Tot de volgende. Tommy Brexit. Ik stop ermee. Ik zoek een andere baan. Toedeletokie. Ik ben helemaal zat. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit. Blijf thuis als je klachten hebt. Ben je ook benauwd en of heb je koorts? Dan blijven alle huisgenoten thuis. Werk zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukte. En was vaak je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.